Wat is de schaduw van jouw bedrijf? Dan hoor ik je denken, schaduw? Ja, ja, ja. Want elke keer als je iets creëert, creëer je automatisch ook een schaduw. En als je je niet bewust bent van die schaduw en niet die schaduw erkent, dan zal die op een vreemde, nare manier doorwerken in je bedrijf. Dus het gaat erom dat je die schaduw in ieder geval ziet en dat je in ieder geval weet dat die er is. Je hoeft er verder niet zoveel mee, maar het is wel goed om hem te erkennen. Voor mijn bedrijf bijvoorbeeld, intuïtief ondernemen, moeiteloos succesvol. Nou, er zitten al zo 4 schaduwen in. De eerste is natuurlijk intuïtief ondernemen. Dus alles wat niet over ondernemen gaat, dat zit in mijn schaduw. Dus mensen die gewoon vrijwilligerswerk doen of mensen die hobby hebben. Of mensen die in loondienst zijn. En natuurlijk is ook niet waar ik me op richt, maar het is wel goed om je te realiseren dat het in de schaduw zit. En dan heb je ook nog intuïtief ondernemen. Dus ja, die ratio, die zit bij mij ook in de schaduw. En dat herken ik ook soms wel eens, dat ik denk, alles moet intuïtief. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. En dan heb je ook nog moeiteloos succesvol. Dus hard werken, ergens wel moeite voor doen. Ja, het is niet helemaal mijn ding. Het zit ook wel een beetje in mijn schaduw. En nou, steeds meer schijn ik er een licht op en kan ik ook wel waarderen om ergens heel veel moeite voor te doen. En dan heb je nog succesvol. Dus moet het altijd succesvol zijn? En wat is succes dan? Nou, dat beschrijf ik ook wel in mijn boek. Maar het is goed om te realiseren dat ook dat, het niet succesvol zijn, zit in mijn schaduw, in de schaduw van mijn bedrijf. Maar ik ben daarmee bezig, ik ben me daar bewust van. Dus het beïnvloedt mijn bedrijf niet op een dusdanige manier dat ik er last van heb. Maar als je er helemaal niet van bewust van bent, dan is het misschien wel eens goed om naar de schaduw van je bedrijf te kijken. En dat heeft te maken met, ja, waarmee, met welke intentie creëerde jij het bedrijf? Wat is de missie van je bedrijf? Nou, daar zit altijd een schaduwkant aan. Dus ik ben benieuwd naar de schaduw van jouw bedrijf. Misschien kun je die achterlaten in de comments.